Dat je 10 goals in de wedstrijd krijgt, 4 goals op verplaatsing maakt en dan toch met 6-4 de boot in gaat. Is dat voor ons teleurstellend? Ik denk wel dat het in wezen een hele spectaculaire wedstrijd was. We hadden het probleem dat we op achterstand komen. Maar ja, dan, we hebben een enorme, ik vind wel een enorme weerbaarheid in de groep. We komen toch vrij snel terug. We komen op voorsprong en eigenlijk op dat moment had ik het gevoel, hoewel die periode niet zo heel lang was, dat we de wedstrijd konden gaan controleren. Ik denk dat wij de kansen voor Sint-Truiden gecreëerd hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat alle complimenten naar mijn collega en zijn team. Ik vind dat Sint-Truiden een hartstikke fris en goed spelend team heeft. Dus het is niet alleen dat wij individuele fouten maken. Ik vond het ook de verdienste van Sint-Truiden. Hier zit ook geen blije trainer. Ik realiseer me dat, dat onze doelstelling natuurlijk aan het begin van het jaar, en die staat voor mij nog steeds, ik vind dat een club als Gent moet eindigen bij een positie bij de eerste vijf. Ik vind dat ook een hele reële doelstelling gezien het achterland, gezien de ambities naar het nieuwe stadion. Zeker misschien ook gezien naar de kwaliteiten van de beschikbare spelers. Ik heb ze vanochtend uitgelegd wat de wet van Murphy was. Want op een gegeven moment alles wat fout kan gaan, gaat ook fout. We kregen nu rode kaarten. We kregen nu geen penalties mee. We kregen nu niet de klutsballen mee. En het enige wat je vaak daardoor kunt wenden is de volgende wedstrijd winnen. En dan is opeens alles anders. Wij zijn daar heel tevreden over. Die jongens die zijn ook bij de groep. Dat is ook voor de langere termijn heel goed dat ze erbij zijn. Nou ja, op een gegeven moment moeten we natuurlijk wel de beste spelen. Ik vind wel dat Gent heeft aangetoond dat er een buffer achter deze groep zit. Gent moet natuurlijk wel presteren. Dus dan zoek je wel naar op dat moment de beste spelers die beschikbaar zijn. We hebben in het begin van het seizoen een bepaald beleid uitgestippeld. Want verder gaat dan alleen maar het trainingsveld. Dus we zijn een aantal dingen wat aan het reorganiseren. En ja, het was makkelijker geweest als er ook resultaten waren gekomen. Maar ik vind een langere termijn planning belangrijk. Alleen bij Gent is langere termijn wat korter dan bij andere clubs. Omdat er gewoon prestaties worden verwacht.